Hallo allemaal, we zijn, ik ben Daan. En ik ben Johan. En we gaan jullie vandaag iets uitleggen over het lopen van een meetnetroute van hommels. En dat gaan we hier doen bij Soest. Het gaat niet goed met veel wilde bijen in Nederland. Veel soorten zijn niet meer te vinden op de plek waar ze vroeger wel zaten. Het is alleen erg moeilijk om iets over de trends te zeggen. Daarom is het meetnet hommels opgezet, waarbij je als vrijwilliger op een gestandardiseerde manier hommels kan tellen. Net zoals dat nu al met dagvlinders kan. Op deze manier hopen we iets over de aantalstrends van hommels te weten komen, zodat we er ook achter kunnen komen hoe we ze het best kunnen beschermen. Ja, een hommelroute tellen is eigenlijk een gestandardiseerde manier van tellen, zodat iedereen het op dezelfde manier doet. Elke route is 350 tot 1000 meter. En daarbij delen we elke route eigenlijk op in stukken van 50 meter, zodat je elke keer een stuk van 50 meter met elkaar kunt vergelijken. Per 50 meter tel je hoeveel je hommels je in die sectie van de route geteld hebt. Voordat je een route kan gaan tellen, moet die worden ingemeten. Het inmeten gaat als volgt. Ik kom zelf of een van mijn collega's komt naar je toe en gaan samen je route bekijken. En dan gaan we steeds secties van 50 meter inmeten waarop jij steeds gaat tellen. Begin van de sectie maken we een GPS-punt aan. Dat is elke keer het begin van de 50 meter. En we proberen ook een goed herkenningspunt te vinden dat je elke keer kunt herkennen op het moment dat je de route gaat lopen. In dit geval sta ik naast een hoge populier die heel herkenbaar is. Dat beschrijven we dan als beginpunt van de 50 meter sectie en maken daar ook een foto van. Bij het tellen loop je de 50 meter en daarbij tel je elke keer 2,5 meter rechts van je, 2,5 meter links van je. Daan gaat even aangeven hoe ver dat ongeveer is. Dit dus aan allebei de kanten. Yes. En 5 meter voor je. Help jij ook mee hommels tellen? Dat kan al als je tenminste een half uur per maand de tijd daarvoor hebt. Als je nou denkt, goh, leuk die hommels, maar wel moeilijk, dan begrijpen we dat en dan kan je ervoor kiezen om gewoon alle hommels te tellen. Zonder te noteren wel om welke soorten het gaat. In het volgende filmpje zullen we een uitleg geven over hoe je de hommels wel onder de knie kan krijgen. Want de basis is gelukkig niet zo heel moeilijk. En dan kan je er alsnog voor kiezen om tot op soortniveau te gaan tellen. Informatie over hoe je je kan aanmelden om mee te doen vind je op bestuivers.nl of in de beschrijving van dit filmpje.